Ga je nou met de dokter? Hij heeft dood in de maag. Ja. Ik zei vaak, nou, de jeugd was eigenlijk hier eerst in daarin. Eerst koffie, warmte en dan wat geld doorheen, wat bier. Die combinatie ligt het weer beter dan vandaag wat bier. Hij schenkt al lekkere koffie. Ja? Ja. Kijk op. Maar is hij een wijn gelezen? Wat ja. Ik heb er een paar bier op. Zo is het? Ik heb er een bulte bier op de andere weer. En helpt dat, eerst de koffie? Meestal net. Voor het skeethuis is het wel goed. Ja, met wat? Ja, precies. Ja. Dus er komt er straks aan alle kanten met bedrijf. We gaan breken niet. Mooi bal, mooi feestje. Goeie sfeer, goeie mens, op dit mag. En wat ben dan je mens van Joet hier op Schermolde? Ja, deze. Hij had een hier, ja. En dat is ook een opvallend kapsel op zich. Ja, dat is gelijk wel opvallend, vind je. Zo stek ik nog van elkaar hier deftig op, zo stek ik dat. Had je ook gewoon graag opvallen, maar dat doe je straks. En hij zal eens hier prikt. Ja, dat gebeurt wel eens, maar ik doe mijn best, maar het zit zo van, dan moest ik net zingen. En dan maakt ze de krek in los weer, maar ik pas jullie goed op, ja? Het valt wel mooi. Ga ik weer fout in het bril komen, hoor. Levensgevaarlijk. Wat is intaak? Ja, wij bedoelen, dames en heren. Dat het financieel al niet bij mij erom komt. Aha. Ja. En hoe gaat het, Jere? Ja, ik ben best. Poerbest? Ik ben poerbest, ja. Heel best. En jou ben ik een vrijwilliger? Ja, vrijwilliger, ja. Inderdaad. Zeg jij dan mijn vrouw? Nee. Nee, want dan krijgen we ruzie. Oh. Nee, dat is nog een vrouw. Door een vrouw. Oké. Jou hebt meerdere vrouwen. Ja. Nou, je bent variatie horen, no? Op het moment ben ik een lijstje aan het maken, dus voor deze, voor die toren van Vlieland. Dus en dat ben ik nou aan het maken, dus dat komt zo uit te zien ongeveer. En houtbewerking is een beetje jouw ding? Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Het is, je leert wel heel veel en je bent bezig. En het is ja, wel leuk om te doen, ja. En wat is het leukste er dan aan? Het leukste is dat je dingen maakt. Okay. Dat je dan een eind product hebt, dit wat je gemaakt hebt, sommige maken kasten, banken, van alles. Hier werken mensen die ja, voornamelijk door psychische problemen even niet in de samenleving kunnen werken, in de maatschappij kunnen werken. Wij helpen ze door, ja, door activiteiten te doen, dagbesteding. Waardoor dus de draad weer kunnen oppakken en kunnen herintreden. Ja, en slaagt dat bolles? Dat slaagt zeker. Ik ben met luiken bezig. Dat is voor de decoratie. Voor, dat je bijvoorbeeld voor planten zet of zo, of in een vensterbank. Daar ben ik mee bezig. Hoe kom je hier zo terecht? Ik heb een psychose gehad. En ik ben hier terechtgekomen via de GGZ. En hoe ging dat dan in zijn werk? Nou, ja, ze hebben mij dus gevraagd of ik hier ook wou werken. En ja, dat ik dus ook begeleiding kreeg in het begin heel erg. En des te langer ik hier ben, wordt dat steeds minder, zeg maar.
En in het begin werkte ik ook maar 3,5 dagen. Nu werk ik al 4 volle dagen. Zo wen je aan de normale werktijden weer, zeg maar. Ja, dat is bijna een hele week. Dus als dit de hele tijd goed gaat, ja, dan kan ik op een gegeven moment zeggen van hé, ik ben er weer klaar voor om normaal werk te gaan doen. Ik heb een burn-out gehad. En op een gegeven moment, en toen ben ik bij de GGZ naraken gekomen. En via de GGZ had je dan de mogelijkheid om een goede dagbesteding en je nuttig voelen. En, ja. Want daar schort het op een gegeven moment een beetje aan. Ja. Je bleef maar wat in de put zitten eigenlijk. Ja. En hier dan moet je nieuwe mensen en je maakt dingen. En ja, je bent toch onder de mensen. Ja. Die psychose, speelt dat nog? Nee, het is niet meer aan de orde. Ik heb soms wel eens een beetje last van bepaalde dingen. Maar je kan gewoon zeggen dat die bijna helemaal weg is. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou, ik had stemmen in mijn hoofd. En ja, nu hoor ik af en toe nog wel eens wat. Maar het is veel minder dan toen ik een psychose had. Je luistert er niet meer naar misschien? Nou, ik probeer niet te antwoorden. Ik probeer het gewoon te negeren.